Welkom bij een nieuwe video van Marijn. Vandaag ga ik Fishdom spelen. Dat is dit spel. We gaan hem even opstarten. Leuk geluidje trouwens, hè? Ik ga sleepy. Muntjes pakken. Nee, ja, achter deze doosjes lag er eentje. Wat zegt hij? Ik voer mijn visjes even. Ik hoop dat ik een diamantje ervan krijg. Jammer. Alsnog allemaal muntjes. Nou, ik ga naar deze toe. Oh, ik heb weer 30 van de energietjes hierboven. Ik ga deze doen. Hey, ik kan er daar eentje krijgen. Maar ik ga hem aan dit schildpadje geven. Moeten nog even wachten. Heel lang eigenlijk. Dan kunnen we dit schelpje krijgen. Deze. En dan kunnen we. Dan kunnen we die krijgen. Ding dong. Stop wel. Die zijn jullie van mij gewend. Nee, dat wil ik niet. Nou, even kijken. Ik ga gewoon deze helemaal opmaken, jongens en meisjes. Ik ga proberen. Hé, ik heb nog zo'n sleutel. Hé. Stopbel. Bel. Nou, ik heb nog zo eentje. Het is best moeilijk, jongens en meisjes. Ik heb zo'n slak. Een slak. Wat wil je hebben? Oh, deze heb ik al voor jou. Ik vind ze heel grappig. Die slakjes. Nee, niet zo. Huh? Dat is beter. Oké, zo. Hier doen we daar. Hallo. Dat is mooi. Nee, die niet. Ik wil deze. Boom. Hier is mooi. Ik heb weer een ton. Jee. Wacht. Zou ik? Ja. Daar is je beter. Ik vind die bel heel stom. Nog eentje. Ah, jammer. Hey, nog 3 seconden. Kijk maar bovenaan. Ja, nu hebben we weer eentje. Zo'n leventje. Ja. Wel. Kan je daarmee stoppen? Nou, in ieder geval. Even kijken. Oh, ik wil deze vis heel graag. De piratenvis, de papegaaivis, of hoe je het ook wil noemen. Nog 9 dagen. En dan is het voorbij.
Ik wil trouwens nog even laten zien, jongens en meisjes. Er is iemand die zat in ons team. Die heet Martien. En die heeft hier gezegd. Hoi allemaal, dankjewel. Waar komen jullie vandaan? Ten eerste, dat is al heel gek. En dan zegt Martien. Hoi Martien, zegt A. Hoi Martien, zegt Martien zelf. Wil iemand vrienden zijn? Dat is ook al een gekke vraag. Met twee vraagtekens. En dan zegt Martien, help mij. En dan zegt Lila, help mij aan levens, please. Jack, joe, help me. Nou, die was in ieder geval heel lang niet meer online geweest. En dan zegt Martien, wie kan mij helpen? En ik ben trouwens de teamcaptain. Ik ben de leider van het team, de aanvoerder. En toen zegt Martien, sorry, maar de aanvoerder doet niks met dat uitroeptekens. Toen hebben wij Martien eruit geflikkerd. Mooi, hè? Maar ja, ik ben in ieder geval blij dat hij weg is. En dan gaat het verhaal van de chat er nog heel lang door. Zoals je kan zien trouwens. Dit ben ik, Marijn. En er staat ook aanvoerder met een kroontje daaronder. Leuk hè? F. Fake. Waarom heb jij een boekje, kapitein Swiffer? Wacht. Jullie hebben de video paasdwaas van mij gezien, toch? Kijk eens hoe die heet. Paasdwaas heet hij. Oh. Wacht, ik ga weer wat kopen. Voor de vis dan muntjes. Kijken, kan ik hier? Nee, ik ga hier geen visje kopen. Mijn aquarium zit vol. Nee, ik kan hier visjes kopen. Ja, kopen, voeren. Even verplaatsen. Hey, een diamantje. Jee. Stomme rotbel. Ik ga even naar mijn andere aquariums. Hier. In Japan kan er ook nog iemand gevoerd worden. En verplaatsen. Dan heb jij je eten. Boom. Ik heb die prehistorische tijden bijna klaar. Hier. Kijk dit wat hier staat. Van dit visje. Coach Koevis. Trouwens, daar heb ik nog wat leuks over te vertellen. Oh. Ik heb hele grappige vissen met hele grappige naam. Meester Visburger. Een vis. Ali V. Lol, een Elvis. Visberghuis, Misvis. En een koning van het strand, Lol, Visli. Ja, het zijn gewoon hele grappige namen die deze visjes hebben. Nou, ik klik de hele tijd op het verkeerde knopje. Hier naartoe. Zo. Kijk mijn diamantjes. In de volgende video ga ik mijn level laten zien. Ik zit in level 449. Of nee, 649. Super moeilijk level. Maar ja. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Abonneer, doe een duimpje omhoog. En klik op het belletje, zo mis je niks. En ja, tot de volgende keer. Doei doei!